Ik ben Giel van Dokkel, het grootste administratieplatform van België. Op Dokkel kunnen intussen meer dan 2 miljoen mensen hun documenten afhandelen. Dat zijn facturen van hun watermaatschappij, van het telecombedrijf, maar ook van de overheid bijvoorbeeld. Bij Dokkel ben ik verantwoordelijk voor onze customer care afdeling. Door toenemende drukte de afgelopen jaren hebben wij gezocht naar een oplossing om die drukte op te vangen en zijn we uiteindelijk bij het chatbotplatform van Oswald terechtgekomen. We hebben onze chatbot uiteindelijk Dokkie gedoopt. Dokkie helpt onze gebruikers dagelijks en sinds 2 jaar intussen al verder met de meest uiteenlopende vragen, waaronder wachtwoordresets, maar ook bedrijven toevoegen in hun Dokkel-account. Van bij de start heeft Raccoons voor een zeer goede opvolging gezorgd, eigenlijk doorheen het hele project tot en met het live gaan van Dokkie. Ze hebben altijd gezorgd voor een zeer goede begeleiding en wij konden altijd bij hen terecht met onze vragen. Omdat Dokkie onze gebruikers nu kan verder helpen met de meest uiteenlopende vragen, kan onze customer care afdeling zich meer concentreren op de eerder gebruikers- en account-specifieke vragen. Op maandelijkse basis behandelt Dokkie meer dan 10.000 chats, waarvan slechts 15% uiteindelijk bij onze customer care afdeling terechtkomt. Aan onze cijfers hebben we gemerkt dat de drempel voor mensen om in gesprek te gaan met een chatbot veel lager ligt dan bij live chats. Bovendien is natuurlijk ook de chatbot 24/7 beschikbaar.